Een maan is een hemellichaam die om een planeet heen draait. En wij kennen natuurlijk de maan, dat is onze eigen satelliet. En het aarde-maansysteem is uniek in het zonnestelsel. We hebben naar verhouding een hele grote maan. Onze maan is niet een of andere ingevangen planetoïde tijdens het ontstaan van het zonnestelsel. Maar alles wijst erop dat onze maan is ontstaan uit de aarde. Toen de aarde nog maar een paar honderd miljoen jaar oud was, kwam de aarde waarschijnlijk in botsing met een planeet zo groot als Mars. En uit die botsing, volgens de hypothese, is de maan ontstaan. Tijdens die botsing van die planeet met de aarde, waaruit de maan ontstond, had je natuurlijk, om het maar zo te zeggen, een enorme ravage. Er zweefden allerlei brokstukken, gloeiende brokstukken door het heelal, maar door de zwaartekracht veranderden die brokstukken helemaal in een keurig ronde bol, zowel bij de aarde als bij de maan. Dus er zit geen gat in de aarde, dat is weer allemaal mooi gevuld. En die brokstukken van de maan die hebben zich ook allemaal weer samengevoegd tot een mooie ronde bol. Je ziet op de maan eigenlijk dezelfde soorten gesteentes als op de aarde. Dus in dat opzicht verschilt de maan misschien niet zo, maar in andere opzichten wel, want de maan heeft geen atmosfeer. En dat betekent dat je daar extreme temperatuursverschillen krijgt. De maan die draait ongeveer in dezelfde periode om haar as heen als dat hij om de aarde heen draait. En dat betekent dat de dag en de nacht op de maan heel erg lang duurt. Allebei wel zo'n 2 weken. En dat betekent dat het overdag op de maan enorm heet kan worden. Wel zo'n 150 graden boven nul. En 's nachts, tijdens de lange maannacht, heb je het omgekeerde, dan zakt de temperatuur zomaar tot min 150 graden. Die maan, ja, die laat, zoals de meesten wel weten, altijd dezelfde kant zien naar de aarde toe. Dus we spreken altijd van de voorkant van de maan of de nabije kant. En de achterkant van de maan is dus niet de donkere kant van de maan, die kent ook dag en nacht. Maar vanaf de aarde zien we dus altijd maar dezelfde kant. En dat komt omdat de maan dus net zo snel om haar as draait als om de aarde heen. Het oppervlak van de maan, ja, dat zou je misschien verbazen, maar dat zit qua oppervlak een beetje in tussen Noord- en Zuid-Amerika aan de ene kant en Afrika aan de andere kant. En de maan valt er qua oppervlak dus een beetje tussen. Maar wij zien natuurlijk altijd maar 1/2 van de maan. En dat kun je vergelijken met de breedte van Australië of de breedte van Europa. Die kan je precies op de maan projecteren. Dus de volgende keer dat je naar een volle maan kijkt, moet je je inbeelden dat je daar precies Australië op kan plakken of Europa. De afstand tot de maan is 385.000 kilometer gemiddeld. En dat betekent dat als je een radiosignaal naar de maan stuurt, dat hij er iets meer dan een seconde over doet. En als astronauten op de maan jou dan antwoord geven, duurt het nog eens een keer iets meer dan een seconde. Dus dat worden trage conversaties met steeds 2,5 seconden ertussen. En dat wordt alleen maar erger, want die maan die beweegt zich ook nog steeds verder van de aarde vandaan, met wel bijna 4 centimeter per jaar. De maan kunnen we natuurlijk zien en met volle maan hebben we heel veel licht 's nachts, maar de maan oefent nog meer invloed uit op de aarde dan dat we alleen zomaar kunnen zien. We hebben natuurlijk de getijden, eb en vloed, en die worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de maan. Ook door de zon, maar dat is ongeveer half zo zwak, die kracht. Als de maan en de zon in één lijn staan, dus nieuwe maan, volle maan, dan hebben we springtij, staan ze haaks op elkaar. Dus als je een halve maan hebt, dan hebben we doodtij, dan werken ze elkaar eigenlijk een beetje tegen. Maar die getijdenwerking die vindt ook op het land plaats. Want op het land zelf, als het springvloed is, dan komt de grond waarop je staat zelfs 1 centimeter of 20 omhoog, zonder dat je het in de gaten hebt. Maar door die bewegingen kan de maan wel aardbevingen en vulkanen triggeren. Dus als ze toch op het punt stonden om uit te barsten, dan helpt zo'n volle maan daar toch nog een handje bij. Die maan is ook om een andere reden nog heel belangrijk voor de aarde. Want we hebben een aardas die een beetje schuin staat ten opzichte van de zon. En dat is fijn, want daardoor hebben we seizoenen op de aarde. Maar die maan zorgt ervoor dat die as op dezelfde manier blijft staan als dat die nu staat.
zonder de maan zou de aardas net als een tol gaan zwabberen. En dat zou betekenen dat de kans dat er op aarde ooit de omstandigheden gunstig zouden zijn voor het ontstaan van leven, ja, ineens veel minder gunstig zouden zijn. Dus die stabiele aardas hebben we te danken aan onze maan. Ja, je zou kunnen zeggen, die maan die heeft voor iedereen wat magisch en voor iedereen om een andere reden. Die maan is relatief dichtbij en we gaan er dus naartoe, omdat we er naartoe kunnen. En er valt ook nog heel veel te ontdekken op de maan. En dat gaan we binnenkort ook zien, want de mens zal zich in de toekomst permanent vestigen op de maan.